Een grote aap stelt al het speelgoed, wat moeten we nou doen? Mario die gaat ze redden, hij geeft hem van katoen. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. In deze aflevering gaan we eens kijken wat dit Mario leveltje betekent. Volgens mij unlock je dat als je alle Mario's hebt gesaved, denk ik. Oeh, toy moet maken. Oeh, kijk, mijn Mario's, ga mee. Guide the Mario's to the ladder blocks, oké. Wat lollig. Oké, heftig. Perfect. Ik ben gewoon perfecte Mundo. Raymundo. Oké. Dan krijgen we als het goed is... Oh, het Bowser ervan. Miste, kut. Die cave slagen. Het valt me mee dat die Peach dit keer niet gehaald heeft. Of Pauline eigenlijk, hè. Congratulations, Mario Toy Company is cleared. Nice, wereld 1 is gecomplete. Laten we eens kijken wat voor levels we krijgen in wereld 2. Oeh, de Donkey Kong Jungle. Oh, stop, come back. Nou, dat hielp net ook niet, Mario. Of de vorige aflevering bedoel ik. Dus dat zal nu ook niet werken. Oeh, wat is rechts? Oh, dat is de vorige wereld. Nice, oké. Here we go. Altijd zo hoog mogelijk in de touw gaan zitten. Ha!
zou er nog een blauwe ding helemaal bovenin zitten die ik hier gemist heb. Dat zou kunnen als hier geen blauwe ding is. Oh, daar is die. Gauw lekker. Ik zie wel piranha plants, die vuurspuwen. Betekent dat ik nog langs moet? Ja. Oké, dit was een makkelijk level. Hopen dat de rest ook zo makkelijk is. Lekker. Lekker meneer, joh. Oeh, allemaal enemy. Dat is gelukt. Nu zal hier nog wat pakketjes liggen. Ik zie in ieder geval de gele. En daar is een blauw pakketje. Oké. Toch ook over die balk lopen. Ik denk dat mijn controller lastig doet. Dat denk ik. Zullen we gewoon eens proberen of kijken? Even andere, met een andere controller proberen. Ja, het lag aan mijn controller. Aha, got it. Oké. Kijk. Daarom gingen sommige jumpen ook heel kut waarschijnlijk. Ja, daarom gingen die jumpen allemaal zo goor, omdat mijn controller het niet goed deed. Ah, nu snap ik het. Oh yeah, lekker meneer yo. Oeh, een monkey. Oké. Het is hier trouwens tyfus heet. Echt niet te geloven. Oeh. Oké, interessant.
Oké. Tweede deel van het leveltje. Ja, dat wist ik. Protecting from falling objects. Ja, wat nou? Ik ben het er niet mee eens. Moet ik al die cadeautjes weer opnieuw pakken? Met nog zo'n gare vogel. Ja, die vogels die zijn op zich wel grappig. Oh, je kon wat skippen. Dat is nice voor de volgende keer. Snap. Oké, dit was wel even spannend, maar ik heb het gefixt. Het cadeautje bovenin hebben. Vet coole toy figuretje. Kijk, klaar, lekker man. Ik ben zo'n puzzelmaster. Ik ben een echte heer, want ik raak elke puzzel. Perfect. Thank you well. Hey. Die levels, of die levens, zijn super nice. Zeker, waarschijnlijk in de latere werelden. Ga ik er even vanuit. Kijk wat deze
Flap de Rol voor ons heeft. Here we go! Is hij vruchtjes? Oh, daar kan je enemies mee killen. Oh, maar je moet het niet altijd willen als je naar rechts kijkt. Alles, hè? Okay. Nice. Weer een Mario gered van de gemene Donkey Kong. Gaan we nu naar wereld 6. Niet naar wereld 6, naar level 6 van wereld 2. Sick. Weg.
nice. That's so sad. Geel moet toch echt ingedrukt zijn. Ah, ik zie het al. Ja, ja, ja. Tada! Moeilijk! Donkey Kong Jungling, level 6 complete. Nu mag ik weer met Mario'tjes gaan lopen. Dat vond ik wel leuk de vorige aflevering. Laten we dat deze aflevering nog doen? Nee, we doen de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering doen? Dan heb je wel zeker graag de volgende keer weer. Adios, amigos.